Hallo, hier een kleine video van de Ludwigia inclinata, een andere variëteit van Pantanal. Dit plantje, dit is dan een bovenkweken variant. Deze wordt ook zo eigenlijk gekweekt door over heel de wereld. En die wordt wel een beetje getransformeerd, zeg maar. En loop over de periode. En dan krijg je ook eigenlijk deze, de andere die ik hier heb. Op deze model wordt hij uiteindelijk, maar dan dieprood. Dus, en deze plant, Inclinata, de Ludwigia Inclinata, variëteit Pantanal. Die wordt ook ongeveer 60 centimeter hoog. En ook gewoon eigenlijk op een juiste plaats in je aquarium moet je hem zetten waar veel licht is en ook een beetje juiste plantenvoeding natuurlijk, dat is een van de belangrijkste, want het is niet alleen maar om water en verversen, maar ook gewoon de juiste plantenvoeding. Dus deze mooie plant, ziet er hem eigenlijk niet zo uit, maar deze wordt wel anders in de loop van de tijd. En dus dit plantje moet je, dat is echt een aanrader voor een ervaren hobbyist. Vanwege de hoge strenge eisen die deze plant ook nodig heeft. Dus vandaar. Ik zal nog één keer de naam noemen. Dat is Ludwigia Inclinata. En dan de variëteit Pantanal. Het is een geweldige plant, geen makkelijke plant, maar we zullen zien. Ik ben toevallig net ook, ik heb pas een ander filmpje ook gemaakt. Maar dan kunnen jullie als mijn volgers gewoon zien en eventueel een mening of vraag stellen, dat mag altijd. Dus dit was een klein videootje over, we zullen hem voor de laatste keer herhalen, want het is geen makkelijke naam. Ludwigia Inclinata en dan de variëteit Pantanal. Dus deze plant, dat is gewoon voor een ervaren hobbyist is dit een hele geweldige plant.